Dat is beter. Dat is beter, hoor. Ja. Tering is goed. Dat doen we het voor, maatje. Nee, maar gewoon niet zo. Is hem? Is dit wat? Ayuto! Mooi man, of niet? Is het waar? Rond hebben gekeken en de stekkers hebben gekozen. Hengels ingegooid zoals je hebt kunnen zien op de GoPro. En ik was met de derde bezig. Mooi tjotje op het talud en een paar piepen op mijn linker, of ja, op het middelste hengel eigenlijk. En het resulteerde in een prachtige schub. En ik dacht eerst dat het echt een kleiner was, maar Mikey had het bij het rechte eind. 15,2 kilo. Engels geweld, jongens. Onwijs sterk was hij. Gevangen op een gyro rig met een strawberry crisp popwebje erbovenop. Onwijs blij mee. Nogmaals, ik denk dat hij misschien een kwartiertje in lag. En ja, op naar de volgende zou ik zeggen. Snel even de andere kant doen. De foto's hebben we net al genomen. En dan kan deze weer terug zwemmen. En dan hopelijk op naar de volgende, jongens. Want ze zwemmen er wel, hoor, die mannen. Dus snel de andere kant en dan kan hij terug. Wat een onwijs mooie vis, jongens. Daarvoor ga ik naar Engeland toe. Het hoeft niet altijd grote vissen te zijn. Maar deze is toch wel groot. 15 kilo is in mijn ogen nog altijd een bak van een vis. En daar doe ik het allemaal voor. Onwijs gaaf. En, ik denk dat hij nou al lang genoeg uit het water is. Laten we hem snel terugzetten en op naar de volgende. Thank you.
Goedemorgen. Nou, ook voor mij de eerste vis. Net voordat het licht werd, ik heb de vis even in de sling gehangen totdat Marco kwam. Werkelijk een schitterende vis. Ik kom er geluk niet op. We hebben een hoop kilometers moeten maken hier naar Engeland toe. Lange voorbereiding gehad. Maar dat doet alles vergeten bij het zien en vangen van deze vis. Schitterende vis. Bruut van een vis, ik ben er super blij mee. Gevangen op een Scopex Split 15 mm bolie. We gaan deze vis gauw terugzetten. Tijdens het drillen zag ik dat er bij Marco ook leven was. Die heeft ook nog een schitterende vis gevangen en die gaan we nu even bekijken. Is van Mike teruggezet. Wijs gaaf, mooie schub die hij had gevangen. Eerste vis vanuit Engeland. Top gedaan, Mike. En terwijl hij aan het drillen was, kreeg ik ook een aanbeet. En dat resulteerde in deze prachtig spiegeltje. Onwijs gaaf, mooie beschubbing op de zijkanten. Prachtige kleur. En nogmaals, wat gisteren ook al zei, dat doen we het allemaal voor, jongens. En ja, onwijs blij mee. Volgens mij lijken ze bijna klaar ook voor de paai, want ik zie het dat die ook al onder de paaipukkels gaat zitten. Dus laten we hopen dat ze nog even een paar dagen uitstellen. En dat we nog een paar andere mooie vissen mogen vangen. Nou, snel even de andere kant. En dan kan deze terug. Zo, de andere kant van de vis. Net zo mooi. Misschien wel mooier. Grote beschubbing op zijn flanken. Onwijs gaaf. Dat kunnen ze wel hier in Engeland hoor, jongens. Selecteren op prachtige vissen. Dus, nogmaals, dezelfde tijd als Mike hem had. Dus dan zie je wel tot de aastijden ongeveer wel hetzelfde zijn. Veel activiteit. Ik dacht een aantal vissen horen springen bij Mike, nog meer zei hij. Ik kan het thuis niet horen, want die achter is een waterval en ja, dat verstoort nog aardig het geluid. Nou, deze is gevangen op een cultured hoekbeet, Scopex Split 15 mm. Ja, nogmaals, onwijs blij mee. We gaan deze lekker terugzetten. En dan is het tijd om een lekker bakje te gaan drinken, jongens. Tot straks. Zojuist ook de tweede vis van de sessie weten te vangen. Het werd toch een moeizame dag. We zagen een hoop vis. Het leek makkelijker te gaan dan dat het echt werd. Maar desalniettemin ben ik toch super blij met deze vis. We vangen op een single hookbait, 15 mm, Scopex Split pop-up. Ja, dolblij mee. Nou, het wordt ook weer tijd om de vis te laten gaan. Mooie momenten gehad, mooie foto's geschoten. Ook mooie foto's in het water. Het is mooi geweest, ik ga de vis laten gaan.
de laatste hengel waar ik toch de meeste verwachtingen van had de hele week. Is nog niet één keer gegaan en dit is de eerste vis. Eerder waren mijn andere twee hengels afgegaan waar ik relatief minder vertrouwen in had. En nu mag ik ook zo gelukkig zijn dat deze hengel afliep. Er zit een mooie schub aan, een mooie Engelse schubberg. Ik ga even de drill afmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, na een rustig verlopen nacht toch weer een visje weten te vangen. Het is de hele nacht stil gebleven. Het is de hele ochtend stil gebleven. Terwijl we toch een hoop vis hebben kunnen spotten in de zones. Melden zich eindelijk nummer 3. Ik ben er dolblij mee. 14,2 kilo. Echt een Engelse karaktervis. Ik ben er super blij mee. Ik ga jullie straks even de onderlijn laten zien waar ik deze vis mee heb gevangen. En dan ga ik haar gauw terugzetten. Nou, zoals jullie kunnen zien zit de vis vol en is ze helemaal klaar om te gaan paaien. Vandaar dat we de vis gauw laten gaan. Een paar mooie foto's geschoten. Er liggen nog diverse vissen achterin bij mij in de zone. Dus ik ga zo deze vis gauw laten gaan. De hengeltjes opnieuw uitgooien. En dan zie ik jullie straks. Nou, zoals gezegd zal ik nog even bij jullie terugkomen om de onderlijn te laten zien. Waar ik deze schitterende vis op heb geweten te vangen. Ik maak graag gebruik van het onderlijnmateriaal Skinlink 25 LB. Nou, ik maak hier graag gebruik van omdat het een wijze schuurbestendigheid heeft. En het zinkt ook nog eens geweldig af naar de bodem. Ik neem van de rol een kleine 25 centimeter af. Waarna ik vervolgens een kleine 10 centimeter van de voorkant heb afgestript. Nou, wanneer dit gedaan is schuif ik een bolie op de her. Zodat we de afstand van de her kunnen gaan bepalen ten opzichte van de haak. Nou, ik vis hem graag het liefst een halve centimeter onder de haakbocht. Nou, wanneer de afstand perfect bepaald is, fixeer ik de haak middels een knotless knot. Nou, hierna schuif ik een hoekkikker op de onderlijn en schuif deze door tot over het haakoog. Nou, wanneer dit gedaan is, schuif ik een klein stukje putty op het overgangsgedeelte van het soepele naar het stijve gedeelte. Nou, dit zal niet alleen voor zorg dragen dat de onderlijn mooi plat op de bodem blijft liggen, maar het zal ook nog eens zorgen voor een mooi scharnierend effect bij een eventuele aasopname. Vervolgens schuif ik een anti-tangle sleeve op de onderlijn, wat zal zorgen dat de onderlijn ten alle tijde wordt weggeduwd bij het inwerpen en zal het in de war werpen voor een groot deel reduceren. En ook zal het ervoor zorgen dat de onderlijn mooi plat op de bodem blijft liggen. Als laatste maak ik bovenaan de onderlijn een lus, dat wanneer bij een eventuele botte haak of een beschadiging aan de onderlijn, ik snel van deze onderlijn kan verwisselen. Nou, dit is dus de onderlijn waar ik deze week mee gevist heb, waar ik mooie vissen mee heb weten te vangen hier in Engeland en waar ik het echt het volste vertrouwen in heb. Een hele goede morgen. De laatste nacht hier op Kingfisher Lake bij Wat Zuidvisseries zit er helaas op. We hebben helaas niks mogen vangen de laatste nacht. Gisteravond heb ik nog eentje verspeeld. Maar dat hoort er ook bij. En al met al hebben we een redelijk goede sessie gedraaid. Waaronder een paar mooie vissen mogen vangen, Mike. Ja, absoluut. We hebben het zeker redelijk gedaan. We hebben 6 aanbeten gehad, waarvan we er 5 hebben weten te verzilveren. Echt typische, mooie, karakteristieke Engelse vissen. Ja, het was per slotverrekening echt waar we deze kant voor opkwamen. We hebben nog 1 nacht te gaan. We gaan ons geluk beproeven op een ander water. Toch, Marco? Ja, volgens mij heet dat de oude Peper en op zijn Engels gewoon Old Pepper Lake. Schijnen daar heel mooie vissen te zitten. Het voordeel van dat water is gewoon dat we heel dicht bij Dover zitten. We moeten morgen vroeg redelijk op tijd de ferry halen om lekker weer terug naar huis te gaan. Daarom is onze keuze op Old Pepper gevallen. Ook aanraden van de locals hier. Dus we zijn benieuwd. Er zitten aardig wat mooie vissen op.
En voor nu is het gewoon al die zooi opruimen, want achter de camera is het gewoon echt één grote bende, om het zo maar te zeggen. Dus die moeten we eerst naar de auto brengen. En dan hopelijk zien we jullie bij Old Pepper. En anders zitten we met een biertje straks in de ferry. Of op de ferry. Precies. Nou, zoals jullie achter mij kunnen zien, enkel weilanden en geen viswater. Nou, bij aankomst bij het volgende viswater hebben we toch gezamenlijk besloten dat het niet ons ding was. Veel te klein, veel te druk om elkaar. We hebben besloten om zo snel mogelijk een trick terug te boeken naar de andere kant van het kanaal. Voor mij was het een geweldige beleving en ik hoop nog een keer terug te gaan naar Engeland om daar te komen vissen. Voor nu bedankt voor het kijken en tot ziens.